We gaan nummer 1 kiezen. Samen hebben we nummer 1 gekozen. 1, 20 cent. Ja. Doelgericht speelde Eduard het koffertjespel. Hij hield zijn hoofd koel, ook bij tegenslagen. Ja, ja. Hij heeft zich op een speciale manier voorbereid op de miljoenenjacht. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, ik kon niet meer praten, ik kon niet meer lopen. Ik heb op een gegeven moment met apps, bijvoorbeeld 1 tegen 100, alle tv-quizzen 2 voor 12, heb ik allemaal gewerkt aan mijn geheugen, aan mijn concentratievermogen. Dus continu ook gewerkt om eigenlijk weer helemaal erbovenop te komen en weer de oude te worden. Het is nog steeds een spannend spelletje. Eduards vrouw Marloes had er van begin af aan een goed gevoel over. Ik wist wel, toen hij eenmaal bij die 5 kandidaten zat, toen dacht ik, ja, die vragen, dat zal hem wel gaan lukken. Nu gaat hij wel kans maken om op te schuiven naar 1, zeg maar. En ik wist ook dat hij dat eigenlijk ook wel heel graag wilde. Dus ik denk, nou, ik denk dat het hem misschien wel gaat lukken. Prachtig bedrag. En nu is er dus dat gigantische geldbedrag. 1 ding staat vast. Het is niet alleen voor Eduard en zijn gezin. Geen verre vakanties, nee. Geen Mercedes, geen Rolex. Zeker weten? Zeker weten. Is leuk hoor. Dat klopt, maar zo zit ik niet in elkaar. En dat zijn allemaal materiële dingen. En er zijn belangrijkere dingen in het leven. Vast staat dat een deel van het gewonnen geld naar het goede doel gaat.